In de categorie Brabants Dagblad Jeugdsportstimuleringsprijs Teams 2019. Deze jongens tonen tactiek en power. Volley Tilburg Jongens CMV U12. Ze zijn ijskoud de beste. Tilburg Trappers U12. Met z'n zestienen vormen ze één bewegend geheel. Skylilies. Extra trainingen op zondag. De 6-12 minners van Volley Tilburg scherpen tijdens de wedstrijden hun tactieken tussen de sets door nog aan. Zo winnen ze zilver op het NK CMV Jongens, waar 's lands 8 beste teams het tegen elkaar opnemen. Hun recept? Sterk serveren, treffend blokken en goed verdedigen. Plus een flinke dosis teamspirit. Op naar de eerste plaats, op naar oranje. De 20 jonge spelers van U12 staan 6 dagen per week op het ijs en reizen voor wedstrijden heel Nederland door. Winnen Super Sunday, de Elite U12 en de Fair Play prijs. En ja, het kan er hard aan toe gaan. Maar ouders, schrik niet. Jullie kinderen stralen op het ijs. Een aantal volgt bovendien al de opleiding tot scheidsrechter. Andere dromen van een profcarrière en de Oberliga spelen. Synchroonschaatsen. Prachtig om te zien. Maar het doen vraagt niet alleen een perfecte schaatsbeheersing. Je moet ook perfect samenwerken. Met een nieuw bestuur, een nieuwe trainer en zondagochtend om 7 uur paraat staan op de ijsbaan, promoveerden de Skylinies dit jaar van de laatste naar de eerste plaats tijdens de nationale kunstrijffinale in de categorie Mixed Age. Wauw!